het Stadsmuseum was het toneel van een bijzondere voorstelling. Verhalen vertellen Loek Boer en duo Nies, Bobby Roodveld en Sanne van Elst, brachten het verhaal van de bankoverval op de Nederlandse Bank op 15 november 1944 vanuit het perspectief van Samson Theo Roodveld. Samson was de grootvader van Bobby Roodveld. Ik wil graag de herinnering aan mijn opa en mijn oma en wat ze gedaan hebben in de oorlog levend houden. En dat was voor mij de belangrijkste reden om deze voorstelling te maken. Het is een voorstelling met muziek en met voordracht, hè? Kan je er een beetje van vertellen? Ja, we hebben gezocht naar teksten en muziek die goed bij de oorlog passen. En bij de aanloop naar de oorlog en de nasleep. En dan centraal in de voorstelling staat natuurlijk de bankoverval in Almelo. En daaromheen verzetsliederen en concentratiekampliederen. En liederen die de pijn en de smart van de mensen weergeven. Je opa is dus degene die onderdook en met je grootmoeder later is getrouwd. Hè? Wat voor rol hebben die verhalen van je grootvader eigenlijk gespeeld in jouw leven? Ze spelen een hele grote rol, maar vooral omdat mijn grootvader nooit iets verteld heeft aan ons. Aan de familie niet. Mijn grootvader heeft nooit over de oorlog gepraat. Alles wat we weten komt van andere personen of van dingen die hij opgeschreven heeft. Nadat hij is overleden, vele jaren na zijn overlijden, ben ik al zijn papieren gaan opruimen. En in elke map die ik opruimde, kwam ik 1 of 2 blaadjes tegen die verstopt waren met daarin informatie over de oorlog. En dat varieerde van stambomen van de familie tot verhalen over zijn jeugd die hij had opgeschreven, verhalen over het verzet, maar ook bijvoorbeeld brieven uit de concentratiekampen van zijn familie die naar hem gestuurd zijn. Wij hopen met deze voorstelling heel veel jongeren ook te bereiken. Gelukkig zijn er diverse scholen voor voortgezet onderwijs die ons uitnodigen. En ja, wij vinden het heel fijn om deze verhalen en deze liederen met hen te delen. Het is altijd heel erg leuk om te merken dat ze in het begin wat lacherig zijn, wat giechelig, zo'n gitaar en een blokfluit. Maar nog geen 5 minuten. Of ze zitten er middenin.